Mooie vreugde bij Frank Hosmar op de slotdag voor de parasporters van hun Paralympics. Hij veroverde bij de individuele dressuur zijn tweede bronzen medaille van deze Spelen. En met wat voor gevoel staat hij er nu? Ja, topgevoel. De eerste medaille was mijn missie geslaagd. En dit is gewoon een extraatje. En een extraatje waar je ook maar enigszins rekening mee hebt gehouden of helemaal niet? Jawel, ik ging weer voor goud vandaag. We hadden dus zeg maar na de individuele test s'avonds een feestje gehad. En de volgende dag had ik een rustdag. Toen hebben we gewoon lekker getraind. Toen liep die echt super fijn. Dus ik heb vandaag weer opgeladen en we zijn weer voor de eerste, voor de gouden plak gegaan. Maar ja, goed, het werd brons. Absoluut geen teleurstelling. Nee, gewoon een super gevoel. Ja, helemaal geweldig. Ja, ik vind het echt top. En hij heeft super gereden. En hij heeft er zelf ook echt goed voor gereden. Dus helemaal verdiend. Als je aan je kuur begint, dan zie je twee mensen voor je staan met ruim in de 80. Ja, ik wou het eigenlijk niet zien, maar ik heb het wel gezien. Dat baal ik zelf wel een klein beetje van. Ik reed de arena binnen en ik zag dat hele grote scorebord, daar rijden dan ook eigenlijk op af. En ik zag die scoren staan. En toen dacht ik wel van, oké, ik moet extra ons best doen. Nou, en uiteindelijk werd het aan brons, maar gewoon op dit moment zat er gewoon niet meer in. Ik had misschien nog een iets hoger percentage kunnen hebben, maar zilver zat er niet in. Nee, dat was te ver gegrepen. Ik vond in ieder geval dat hij heel goed gereden had. En hij had op een paar kleine schoonheidsfoutjes na misschien nog iets bij kunnen rijden. Maar voor de rest had hij niet, op dit moment niet heel veel beter kunnen rijden. En dan denk ik dat je toch tevreden moet zijn. Trotse trainer? Trotse trainer. Je komt binnen, dan hoor je je scoren. En dan hoor je dat je virtueel op brons staat. Ja. Dan moet er nog één rijder. Hoe spannend is dat? Ja, volgens mij voor de mensen om me heen was het spannender dan voor mij. Ik had echt wel ik ken degene die na me reed. Ik denk, dan moeten wel hele rare dingen gebeuren. Wil zij nog boven mij komen? Dus van een week had ik reken in het begin van het veld. En dan moesten alle goeie moesten nog naast me, na me. En toen had ik af en toe wel toen werd ik wel wat benauwd. Dus, maar nu, nee, ik had voor mezelf wel van, het zit wel goed. Maar ja, goed, je moet wachten tot het op het scorebord komt en dan is de ontlading er en dan yes, binnen.